Als het over klimaatopwarming gaat, kunnen de mensen op twee grote vlakken actie ondernemen. Enerzijds kan je meedoen met collectieve acties, want dat is belangrijk. Alleen gaan we het nooit kunnen oplossen. Dus het is belangrijk dat je meestapt in collectieve acties om overheden en bedrijven aan te sporen de juiste keuzes te maken. En anderzijds heb je dan natuurlijk ook een aantal praktische acties die nagaan hoe je op een efficiënte manier uw persoonlijke uitstoot naar beneden krijgt zonder daarvoor per se te moeten inboeten aan luxe en comfort. Als we kijken naar gebouwen, dan stellen we vast dat dat een zeer grote impact heeft op uw persoonlijke klimaatafdruk. Het komt ongeveer op neer dat 25%, 1/4 van je persoonlijke klimaatafdruk gerelateerd is aan verwarming van gebouwen en ook warmwaterverbruik. Ik denk dat dat de grootste uitdaging zal zijn voor Vlaanderen en eigenlijk voor de meeste Westerse landen, is van hoe zullen we die gebouwen klimaatneutraal krijgen aan een voldoende snel tempo. Om dat te bereiken moeten we dus eerst het woningpatrimonium goed gaan isoleren, zodanig dat de alternatieven, zijn de warmtepompen, warmtenetten, waterstof, in staat zijn om jouw gebouw dan op een efficiënte manier te gaan verwarmen. Une politique qui accorde plus d'attention au climat et qui prend des mesures énergiques pour contrer les changements climatiques. Les jeunes qui brossent les cours en faveur du climat ont mis, ces dernières semaines, le sujet en tête de l'agenda de la société. Le secteur de l'énergie trouve que c'est une bonne chose et souhaite y participer. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat er vanuit de jongerenbeweging aandacht is voor het milieu. Ik denk dat de periode van believers en non-believers dat die eigenlijk achter ons ligt. Wij als gassector vinden dat ook goed, want de fabrikanten hebben de afgelopen jaren heel veel inspanningen geleverd om efficiënte toepassingen op de markt te brengen. En momenteel is er zeker en vast een momentum en dat momentum moeten we grijpen om nog efficiëntere toepassingen en ook groener gas te promoten. Le secteur du gaz joue à fond la carte de l'innovation et voit à l'horizon un certain nombre de nouvelles technologies très prometteuses. De systemen waar we vandaag in geloven zijn natuurlijk de condenserende gasketels. Die hebben zeer hoge rendementen. En in een volgende fase zien we daar ook eigenlijk de hybride systemen aan bod komen waar gaswarmtepompen zeker en vast ook een rol zullen opeisen. Ik denk dat het in dat verhaal ook altijd belangrijk is om te focussen op drie aspecten. Dat we kiezen en de mensen informeren voor duurzame oplossingen, betrouwbare oplossingen en eveneens betaalbare oplossingen. Dans le secteur résidentiel, le gaz est encore toujours la source d'énergie dominante pour le chauffage. Mais de nombreuses habitations ont une installation de chauffage très ancienne. Les installateurs et les techniciens d'entretien ont donc un rôle important à jouer pour informer les consommateurs au sujet de solutions nouvelles, plus durables. De rol van de installateur in de energietransitie is heel belangrijk en zal alleen maar belangrijker worden. In de eerste plaats natuurlijk omdat de installateur in heel veel gevallen het eerste aanspreekpunt is van de consument voor al zijn vragen. We zien eigenlijk een heel duidelijke evolutie daardoor van de focus puur op techniek naar advies. Want een consument wordt ook geïnformeerd, wordt slimmer en slimmer en heeft dus heel allerlei vragen die eigenlijk bij de installateur terecht zal komen. Er is inderdaad nog heel veel potentieel in de markt van de oudere toestellen. Vandaar ook dat Gas.be een premie lanceert om toestellen van voor 1985 om die te vervangen door nieuwe efficiënte toepassingen. En daar gaat de eindklant eigenlijk op verschillende vlakken kunnen van genieten. Naast de premie is er ook de impact op de jaarlijkse factuur die een pak lager gaat liggen. En door naar nieuwe efficiënte toepassingen over te schakelen, draagt de consument ook bij aan het behalen van de globale klimaatdoelstellingen. Thank you.